Maar we moeten het natuurlijk even hebben over de actualiteit. Ja. En dat is een hek, dat lijkt mij zonde van de centen. Het lijkt mij dat verstandige oplossingen moeten kunnen worden gevonden voor het hele probleem natuurlijk van migratie naar Europa. Maar ja, je weet dat dat besluitvorming over deze zaak, vorming van een serieus houdbare politiek, geblokkeerd wordt door landen die er helemaal niks mee te maken willen hebben. Dat is natuurlijk een probleem in de Europese Unie. En op een goede dag zal er dan toch een besluitvorming moeten zijn. Weer is misschien een punt om na te denken over de vraag of bij bepaalde dossiers vetorecht wel zo verschrikkelijk praktisch is. Maar een hek is flauwekul. Dat heb je natuurlijk ook, die hekkerij, dat hebben we natuurlijk ook in Amerika. Nee, in Europa, dat is nog een normale landsgrens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Maar waar het hek overigens nooit helemaal voltooid is, bij mij weten nog steeds niet. Nee, want kijk naar de zuidkust van Europa, hoe complex die is. Dat begint als een beetje in Gibraltar en dan omhoog. En dan heb je nog al die eilanden natuurlijk, want als je natuurlijk erin slaagt om naar Corsica of naar Sardinië, om daar aan land te gaan, dan ben je ook of in Italië of in Frankrijk enzovoort. Dus een hek is flauwekul. Een hek is altijd symbolisch. Je weet, de Israëli's hebben ook een mega hek tussen hun gebied en dat van de Palestijnen opgericht. Dat is zo lekker als een mandje, maar vrij voor de hand liggen de reden dat een hoop Palestijnen die werken in Israël, dus die moeten toch door het hek gelaten worden. Wat ook een droevigheid, niet waar? Die regering van Israël. Jongen. Israël wordt ook wel bezocht. Hetzelfde probleem als met Erdogan. Die Netanyahu. Ja, daar moeten ze een keer vanaf. Je ziet dat hij tot alles bereid is om weer aan de macht te komen. Met de huidige zittende regering in Israël. Waar dan ook voortdurend tegen geprotesteerd wordt. Of het effect zal hebben, dat moeten we dus afwachten. Ik vind het wat tragisch. Ik heb altijd meelijden met landen die met zo'n man komen te zitten die ze niet meer kwijt kunnen. De ellende die Trump heeft aangericht. En in feite nog aanricht, omdat de kans nog steeds aanwezig is dat. En wij hebben toevallig een minister-president die er al 12 jaar zit. Oh, dan zegt die man de boel weer uit. Die er al 12 jaar zit. Ook dat je denkt, te lang, niet goed. Amerika heeft een fantastisch beginsel. 2 keer 4 jaar, that's it. En als je het in 2 keer 4 jaar niet kan, dan maar niet. Geweldig idee, naar mijn idee. Een van de weinige nuttige onderdelen van de Amerikaanse constitutie. Die ze overigens pas heel recent hebben, want het amendement dat de president maar 2 termijnen mag hebben is van 53 of van 52. De Republikeinen waren zo doodsbang dat de Democraten een nieuwe Roosevelt zouden vinden, dat ze denken, we beperken het. En wie werd er toen president aan de Republikeinse kant? Dwight Eisenhower. Wie had er moeiteloos een 3e termijn kunnen krijgen? Dwight Eisenhower. Zo zie je. De geschiedenis is vol van ironie. In feite. Ja, dus een hek, dat is flauwekul. Symbolische flauwekul. Maar het is natuurlijk voor de hekproducent een top. Een top opdracht natuurlijk om hek te zetten. Hè? Moet je eens denken. Dat wij uit de EU zouden gaan. Want dan mag er dus in Nederland geen emigrant meer in, dat we dan een hek moeten zetten. Waarbij natuurlijk toch de kwestie is in Nederland, zet je ook een hek om Limburg. Dat is wel een heel onvoordelig hek. Zou het gewoon niet handiger zijn om eigenlijk het hek te... Om de Eindhoven door te laten lopen? Ja, zoiets eigenlijk. Dat zou het misschien zijn. Dus dat je ook de Gelderland en dan even een eindje naar beneden en dan... Ja. Brabant erbij, maar dat Limburg, dat is toch... Maar als de boel hier overstroomt, willen we misschien wel naar Limburg toe. Want dat ligt lekker hoog. Maar het ook overstroomt, zoals je weet. Ja, in het zuiden wel, maar er zitten ook heuvels. Ja, het zijn wel fijne heuvels, dat moet ik zeggen. Ja, dat je in eigen land eigenlijk heuvels hebt, toch? Ja, maar ik denk... We hebben wel een heel wonderlijk land qua constructie dan. Maar goed, laten we het voorlopig maar zo houden, want we gaan niet uit de Europese Unie. Ja,